Hey! Hallo! Fijne kerstavond, of nou ja, het is nog overdag. Het is Christmas Eve. Gisteren was het niet zo mijn dag. Vandaar dat ik ook niet had gevlogd. Het was ook een beetje een mini opruimdagje. En vandaag is het ook een opruim- en schoonmaakdag. Allemaal ter voorbereiding voor de kerst. Want we gaan morgen voor het eerst hier in dit huis kerst vieren met mijn schoonfamilie. Dus er is een familie. Dus ja, vandaag staat in het teken van de voorbereidingen. En we moeten ook nog even een kerstfoto maken, Milo. We hadden het vorige week al geprobeerd. Alleen meneer vindt het best wel lastig om stil te zitten. Dus we gaan vandaag een tweede poging wagen. Kijken welke foto's beter worden. Maar ik denk als hij zo druk is, dat het niet echt een succes gaat worden. Maar nou niet zo beter. Maar we gaan het proberen. We hebben vandaag de hele dag uitgepland in mijn eigen planner. Wat overigens heel fijn is, want zo weet je of je een beetje op schema loopt. En dat zijn we. Even kijken, wat wilde ik allemaal zeggen. Ik heb net, dit is superleuk, menukaartjes gemaakt via Canva. Ik had nog deze kaartjes thuis liggen, dus ik dacht, nou, hoe ideaal is dat? Dus het menu voor morgen staat hier weer gegeven en, op de voorkant hebben we de naam van iedereen. Het ziet er zo extra uit, maar I love it. De tafel is al een beetje gedekt. Ik heb dit meer gedaan om een idee te krijgen hoe het morgen een beetje uit gaat zien. We moeten wel één extra plekje vrijmaken, want we zijn met z'n zevenen. En officieel passen er maar 6 mensen aan deze tafel, maar dat gaat helemaal goed komen. Dus ja, ik ben er helemaal excited voor. Ik krijg er helemaal energie van. Ik vind het leuk om dit zo voor te bereiden. En over voorbereiden gesproken, we gaan zo alvast het toetje maken, want we gaan namelijk leuke broekjes maken. En dat is echt één van mijn favoriete baksels. Namelijk, ja, het is een koekje en een brownie in één. En het is zo lekker, dus dat zal onderdeel van het dessert morgen zijn. De toetjes voor morgen zijn gemaakt en Milo komt even buurt alweer. Ja, de broekjes zijn gemaakt en nu wordt het tijd voor ons Christmas Eve dinner. Niet enorm bijzonder, want we hebben nog een Hello Fresh gerecht dat we moeten maken. Dus dat gaan we vanavond eten. En ja, we doen niet echt heel veel uitgebreide dingen voor kerst. In mijn beleving is dat het, maak ik het veel groter dan dat het daadwerkelijk is. Maar ik vind het gewoon heel erg gezellig. Vanavond gaan we met z'n tweetjes even een kerstfilm kijken. Lekker cozy. Helemaal prima. Goedemorgen, het is vandaag eerste kerstdag en ik ben deze dag goed begonnen. Ik begon eerst met het uitlaten van Milo, vervolgens zijn Rits en ik samen wezen ontbijten. Of nou ja, we hebben een soort van kerstontbijtje gehad. Het was iets anders dan normaal, maar even samen tijd doorgebracht. Toen ben ik gaan sporten. Ik ben de afgelopen week heel slecht geweest met mijn sportroutine, maar ik dacht vandaag, weet je, ik heb niks anders op de planning staan deze ochtend. Laat ik gewoon even naar de gym gaan. En dat voelde heel erg goed. Het was een hele goede workout. En na het sporten ben ik me gaan klaarmaken voor de dag. Want het is immers kerst. En ik dacht, laat ik even uitgebreid mijn make-up vandaag doen. Het wordt tijd om te bepalen wat voor outfit ik aan ga doen. Ik zit erover na te denken om voor dit jurkje te gaan en dan met een strik in mijn haar. Dus ik ga deze even aandoen, kijken of ik hem voel. Zo niet, dan zoek ik naar een alternatief. Na verschillende opties aan te hebben gehad, wordt dit uiteindelijk mijn outfit. Ik voelde de jurk niet zo, dus ik heb voor deze sparkle top gekozen en een broek en een mooie strik in mijn haar. Ja, ik heb deze top echt al 3, 4 jaar volgens mij en ik draag hem alleen met de feestdagen op zich. Maakt dat ook niet heel veel uit, maar ja, dit is de outfit. Wil je in je kerstcadeautje? Je bent al geobsedeerd, hè? Hé, zit. 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 Maar dan zit. Poot. Nee. Geef mij. Touch. High five. Ja, hier. Alsjeblieft. Vandaag hebben wij vrij weinig uitgevoerd op tweede kerstdag. Het was gewoon een beetje een chill dagje, opruimdagje geweest. Omdat we natuurlijk gisteren heel veel troep hadden gemaakt met het diner. En morgen gaan we kerst vieren bij mijn ouders. Niet heel uitgebreid. We gaan volgens mij eten bestellen en gewoon gezellig bijkletsen. Maar vandaag was gewoon lekker een chill dagje. Ik dacht, misschien is het wel leuk om te laten zien wat ik allemaal voor kerst heb gekregen. Vroeger in het verleden maakte ik wel eens van die What I Got for Christmas video's. Dat was ook echt helemaal een ding. Nu, ja, ik weet het niet. Ik vind het hartstikke leuk om het te laten zien. Maar tegenwoordig, nu ik mijn eigen geld verdien, ben ik zo'n persoon die zelf mijn eigen cadeautjes koopt. Als in, als ik iets graag wil, dan koop ik het wel. En ik ben niet heel erg van het vragen, een wensenlijstje hebben. Ja, soms wel, soms niet. Dan is het meer een wishlist voor mezelf. Maar met mijn schoonfamilie doen we altijd cadeautjes. En ik moet zeggen dat ik heel wat nuttige items heb gekregen. Als eerst deze warmtedeken. Ik ben een koude kleum. En ik heb echt 20.000 van die dekentjes. En vaak gebruik ik verschillende lagen. Maar ik wist dus eerst niet dat dit bestond. Maar dit is top. Echt. Rits en ik hebben er al onder gelegen. En we zijn fan. Dus mocht je net zoals ik een koude kleum zijn, is dit zeker een aanrader. En ook leuk om cadeau te geven en cadeau te krijgen. Want zoiets zou ik misschien minder snel voor mezelf kopen. Dat zijn wel dingen. Als ik om cadeautjes vraag, zijn het 9 van de 10 keer wel dingen die ik niet snel voor mezelf zou kopen. Dan heb ik deze krultang van Fitch gekregen. Ik heb al een ander formaat, de 25 mm volgens mij. Dit is de 32, dus deze maakt een wat grotere krul. Of het is dan meer een slag. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Hier ga ik zeker binnenkort gebruik van maken. Misschien dat ik hem zo eventjes ga uitproberen. Dan heb ik hier mijn favoriete mascara. Het is de mascara zelf, maar ook een primer. De primer heb ik nog nooit gebruikt, wel de mascara. Dan een oogschaduwpalet van Morphe. Ik was zelf op zoek naar een palet met alledaagse kleuren. Een beetje warme tinten. Ik heb wel verschillende make-up paletten, maar Ik weet niet. Ik hoop dat dit het palet wordt. Ik ben gewoon van alles aan het uitproberen. Maar ik vind de kleuren wel mooi. Dit zijn wel kleuren die ik vaak zou gebruiken. Dan een haarserum van The Ordinary. Dit is goed voor je hoofdhuid. Ik heb al sinds dat ik me kan herinneren een enorm droge hoofdhuid. Dus ik ben benieuwd of dit helpt. Dus hier gaan we ook binnenkort gebruik van maken. Dit is ook iets wat ik nooit voor mezelf zou kopen. Maar wat ik wel heel graag wil. Dit zijn minis van dit merk. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Maar het zijn ook haarproducten. Een detox shampoo, leave-in conditioner en een wave spray. Dus gaan proberen of het bevalt. En mocht het bevallen wil ik hier de full-size producten van kopen. Rits wilde heel graag dat ik dit ook liet zien in de video. Maar ik heb aan Rits een horloge gegeven. Dit is het horloge. En iets wat hij officieel heeft gekregen van zijn familie, maar wat ik ook ga gebruiken, zijn deze cappuccino cups. En ik wist niet dat cappuccino cups zo klein waren. Ik maak altijd veel te veel koffie, maar ik vind ze wel heel cute. Of het nou voor cappuccino te gebruiken is of voor iets anders. Het is wel heel erg schattig, dus deze. En dan nog een dingetje van de oma van Rits krijgen we altijd ieder jaar geld. Maar ze geeft het altijd op een creatieve manier. En dit keer had ze het in deze schoentjes gedaan. En er zitten briefjes in beide, zeg maar, schoentjes. Super schattig. En ik hou ervan als mensen aandacht aan dingen besteden. Dus niks meer, happy. En dat was alles wat ik voor kerst heb gekregen, volgens mij. Vergeet ik iets? Ik heb geen idee. Nou ja, het gaat erom dat we een fijne avond hebben gehad. Ik vond het ook leuk om het kerstdiner te hosten. Ik heb er heel veel plezier uit gehaald.